Koen Groen hier bij de Agro 2012 op Walibi-terrein. Ik heb hier iemand van Kronen bereid gevonden om zijn mening over statiegeld even te uiten. En ik laat hem zelf even voorstellen. Meneer, u bent? Ad van der Hurk, firma Kronen, Nederland. Ik ben in Duitse dienst, ja? Maar werk in Nederland, doe Nederland en België. Het statiegeld is een hot item in de Tweede Kamer. Was verleden keer al zo, met de verkiezingen nu weer. Heeft u een opinie of u voor of tegen statiegeld bent? Ik ben voor statiegeld. En kunt u dat ook onderbouwen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als er statiegeld op staat, dan nemen mensen de moeite om het weer terug te brengen. Ja. En wordt het beter gerecycled, denk ik. Ja. En dus komt er minder rotzooi in het milieu terecht. Het is zo simpel, hè? En in Duitsland is het ook een issue, maar daar zit wel statiegeld, geloof ik, op. Weet u dat? Weet ik niet. Nee. Durf ik niet te zeggen, maar ik dacht het wel. Ik wil het kort houden, want dit gaat via YouTube op de website. Ik ga u een linkje sturen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de medewerking en veel succes op de beurs. Geen dank. Dag meneer. Jo, dag.